In juni schreeuw ik me in bij de kermen van Keephandel. Als ik dwanen ben bij het opstarten van mijn eigen bedrijf, blijven de rekkens heropstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Soms gaat er wat mis, maar als een zelfstandige die voortbrekst, dat is dubbel pech. Want de ziektewet die bestaat net voor die. Verzekers willen graag dat bij haar een verzekering aansluit, maar dat kost het klauwen van mijn geld. Wat ik ken is die aansluiten bij een broodfonds. Het Frieske Broodfonds, Boeter Bree en Grien het Siers had het haatkantoor in Baard. En Anke is de voorzitter. Hoi. Hoi, Berber. Dat is een groep mensen die elkaar kennen en die elkaar ondersteunen financieel, mocht er ziekte zijn. Dus ik word ziek, dan geef jij mij geld? Dan geven wij met z'n allen jouw geld. Ja. Dan moet je eerst een maand ziek zijn. En dan kan je, dan gaan mensen via het landelijk administratiekantoor geld schenken naar die zieken toe. Dus daar hebben we zelf geen omkijken naar. We sparen en als iemand ziek wordt, of meer mensen ziek worden, dan gaat dat via het administratiekantoor worden die mensen uitgekeerd. Anke, mag ik weten waar jij een liniaal hebt? Aan Martin kan je alles vragen. Martin. Maar een liniaal heb ik niet. Nee, ik wou net zeggen, maar die ken ik ook niet. Ik ben ZZP'er. En er lopen hier veel mensen rond omdat ik cursussen geef en sommige mensen wat inhalen of eventjes tussendoor wat komen doen. En ik heb een stagiaire rondlopen. Ik ben er bij gegaan omdat ik het wel belangrijk vind dat als ik ziek word, dat dit kan blijven bestaan. Dat ik gewoon de boel kan blijven afbetalen en alles wat alle onkosten kan blijven betalen. En daarbij vind ik het ook heel erg interessant dat het zo'n nieuw initiatief, het heeft wel iets rebels van, nou, we kunnen het wel zelf, hè. En tegenwoordig wordt er dan over burgerparticipatie gesproken. En in dat kader valt dit ook heel mooi. Het zijn de voorlopers. Ja, ik durf het haast niet te zeggen, maar ik denk ook weer aan Mierskip. Zeker, ja. Ja hoor, zeker. Dat vind ik mooi van deze tijd. Ja, en dat komt meer en meer dat je met elkaar bezig gaat met Mierskip, maar ook met duurzaamheid. He, die dorpen, er is zoveel mogelijk op eigen initiatief. We hoeven helemaal niet meer te wachten op de overheid. Die onkosten zijn nihil. He, dus we betalen wel die broodfondsmakers, de initiatiefnemers en de administratiekantoor enzovoort enzovoort. Maar wij sparen. Wordt er niemand ziek, dan krijgen we ons eigen geld weer terug. Oké. Okay. Nou, dat klinkt wel interessant, maar kijk. Jij voelt je misschien veel eerder ziek dan ik. Zit er ook controle op? Of hoe werkt dat allemaal? Nee, het is op basis van vertrouwen. Je kent elkaar, je weet waar het geld naartoe gaat. Hè. Bij een verzekering weet je het niet. En dan zeg je veel makkelijker, nou, ik neem nog een weekje erbij. Maar omdat je de mensen kent, ga je ook zo snel mogelijk zorg je ervoor dat je weer beter wordt. Want je weet waar het geld vandaan komt. En je weet ook dat een volgende die ziek wordt het nodig heeft. Dus op die manier heeft het ook een hele helende werking.